Vertel, hoe begin je? Doe het maakproces. Ja, dus eigenlijk begint het bij een edit. Wat een beetje raar is, want eigenlijk edit je... Dus je monteert eigenlijk pas nadat je alles hebt geschoten. Maar bij animatie begin je eigenlijk bij de edit. Dus ik teken alles. Je ziet ook hier een stukje. Dus eigenlijk teken je alles wat je gaat filmen straks. Zodat je niks anders... Niks extra's hoeft te filmen. Eén op één, de tekening en wat je uiteindelijk in de film krijgt. Ja, het duurt zo lang om iets te filmen dat je niet een week kwijt wil raken. Dus je edit al van tevoren. Oké, dus je hebt eigenlijk het verhaal al helemaal in je hoofd uitgetekend, letterlijk. Ja. En dat ga je één op één namaken. Ja, dus hier zie je dus eigenlijk hoe dat dan uiteindelijk in de film is gekomen. Oh, ja. Prachtig. Maar ik zeg net 3 seconden per dag. Hè. Waarom duurt dat zo lang? Nou, hoe het eigenlijk werkt, is dat je dus... een beweging moet maken en er zitten 25 beelden in een seconde. Dus je moet in een seconde bijvoorbeeld elke keer een stukje arm bewegen. En daar maak je dan een foto van. En dan beweeg je weer een stukje arm als die zijn arm zou moeten optillen. En dan maak je weer een foto. En zo gaat dus... Zo gaat animatie. En vervolgens, en dat vind ik het mooie, want dat zag ik in ieder geval in de film terug. Je ziet echt uitdrukking in het gezicht van Edmond in dit geval, of van de andere acteurs ook. Ja. Maar dat doe je echt op basis van echte acteurs. Ja, ja, ik schiet eigenlijk altijd referentiemateriaal voordat ik begin. Omdat je ook aan je animator moet uitleggen wat je precies wil voor uitdrukkingen, zeg maar. Want het moet in één shot gaan. Het moet in één take. Jullie hebben vaak meerdere takes nodig, of misschien niet. Ik weet nee, niet. Wij zijn live. Nou, Edmund moet altijd in één take, want anders dan ben je een week kwijt of een paar dagen. Dus dan doe ik altijd, maak ik referentiemateriaal. Laat maar even wat referentiemateriaal zien, waarbij je gebruik maakt van Loes Luca en Peter Blok. Ja. Loes Luca is jouw moeder trouwens. Ja. Die gebruik je. Wat gebeurt er dan precies? Ja, we hebben dus met elkaar echt een beetje bedacht ook, deze scène. Kijk, dus ze moeten het eerst spelen en dat vertaal je naar die poppen. Ja, ik heb echt hun uitdrukkingen gebruikt en hoe ze de choreografie van die scène ook echt. En ze hebben mij toen echt heel erg geholpen met dat allemaal uit te zoeken. En die beelden van zeg maar de acteurs, die gebruik je om een animator te laten zien van dit bedoel ik. Ja, en als je elkaar beter kent, dan kan ik het gewoon zeggen tegen hem, maar... En zeg jij dan tegen Peter, ga zo diep mogelijk per het been? Ja, ik zeg wat ik zie, hè. Ik bedoel, ik zeg geen goede dingen. Ja. Oh, wat leuk. Ja. En zo, en dan je gaat steeds een stapje verder. En dan moet je die poppen nog maken. Want voordat je überhaupt kan filmen, moet je die poppen natuurlijk wel maken. Ja. Waar zijn die van gemaakt, die dingen? Oh, sorry. Deze. Maar niet uit. Deze zijn van wol gemaakt. Omdat het best wel een heftig verhaal is soms. Ik vond het heel mooi om dan wol te gebruiken. Juist in tegenstelling. Dus ik heb dit is gewoon rauwe wol. Dus van een schaap. En dat was je dan. Mm-hmm. En dan gebruik je dus dit soort naalden. Die hebben weerhaakjes. En als je daar dan heel erg veel in prikt, dan wordt het een soort van compact. En dan kan je eigenlijk bijna boetseren met de wol. Dus dan kan je echt een neus erin maken of een oor. Maar dat is heel veel werk. Doe dat in je eentje? Nee, ik heb hulp gekregen. Ik wist ook niet hoe ik moest filteren eerst. Want dit is ook mijn eerste stop-motion film. Dus ik heb hulp gevraagd aan mensen die dat wel konden, Studio Fok. En die hebben mij dat toen uitgelegd. En ze hebben toen ook allemaal één pop gemaakt. En ook al mijn vrienden moesten meehelpen. Maar, kan je dezelfde pop gebruiken voor verschillende gelaatsuitdrukkingen? Kan je dat steeds weer opnieuw een beetje kneden? Of moet je verschillende poppen van je hoofdpersoon en misschien andere acteurs ook? Ja, je moet dus wel verschillende poppen hebben. Maar deze, ik heb dus voor gekozen om dus niet... Je ziet hier ook helemaal geen gezicht op. Want ik heb gekozen om het er later overheen te tekenen. Dus ik heb eerst alles gefilmd met de stop motion. En daarna heb ik alles ingeladen in de computer. En daar heb ik frame voor frame een gezicht op getekend. Dus en dat meer... het oogje open gaat en zo. Ja, dat heb ik getekend. Wij hebben van tevoren hebben we even zitten uitrekenen met z'n tweeën. Ja. Jij hebt dat gedaan. Ik wil het helemaal niet weten. Dat is 25 foto's voor 1 seconde. Ja. Dus dit filmpje is 13.500 foto's.